Hallo jongens en meisjes van Talk and Us Gamer, welkom weer bij deze nieuwe video. En vandaag zitten we hier in onze survival map en dan vraag je je misschien af van, hey, Tolgan. Dat was weer een tijdje geleden en dat klopt. Dus wij gaan weer natuurlijk weer vandaag verder met onze mooie avontuur hier op Talk and Us Gamer, jongens en meisjes. Maar vandaag is het een speciale dag. En dan vraag je misschien af van, waarom is het een speciale dag? En dat kan ik je met één woord uitleggen. Of nou, twee woorden. Geen internet. Ja, ik heb geen internet vandaag en dat is echt kut. Dus ik kwam zo vanuit school naar huis en dan had ik opeens geen internet. Mijn moeder zei zo van, ja, wifi doet het ook niet. Ik heb ook al last van. Ik zo van, what the fuck is er gebeurd? Dus, oh wacht, renders, dit hou ik gewoon op wacht. En wat doe ik dan op zo'n moment, Tolgan? Wat doe je op zo'n moment? Meteen naar Ziggo bellen. Wat gebeurt er? Wat krijg je te horen? Tolgan, het is te druk, dus we nemen niet op. Alle medewerkers zijn bezet. En dat heb ik 5 keer geprobeerd, of 6 keer zelfs. Ze hebben niet opgenomen. Het is niet gelukt. En dan, dat is best wel kut natuurlijk. Wacht, ik zet mijn muziek al zachter, zo een beetje te hard. Dat is inderdaad natuurlijk heel erg kut, weet je. Dat is niet iets dat heel vaak gebeurt. Dat moet vandaag weer gebeuren natuurlijk. En er is altijd een tweede manier om ze te bereiken. Dat is via Twitter. Ze volgen me op Twitter. Dankjewel daarvoor. Mooi van ze. Wat doe ik? Ik DM ze met mijn klantnummer. Ik vraag gewoon netjes, wat de fuck is er aan de hand? Dus, ze laten me 100 miljoen dingen doen en alsnog mislukt. Ze weten het niet. Dus vraag ik natuurlijk van, wat is het probleem? Hoe kun je dat oplossen? Ze weten het niet. Ze sturen een site, kom ik ook niet meer uit, oké? Er is hier maar één manier op te lossen, zeggen ze dan weer. En dan zeg ik, wat is er? We sturen een auto, zo'n monteur op. Ik zeg van, what the fuck? Er moet toch een manier zijn om het op te lossen zonder dat soort shit. Want ik weet gewoon dat mijn fucking modem niet kapot is. Dat weet ik vrijwel zeker. Hij is nieuw. Dus ja, want we hadden pas opgeüpgraden naar wat heel hoge internet. Zodat ik sneller kan uploaden, snel alles kan doen. Maar wat ik ondertussen in Minecraft ga doen is, ik ga denk ik even wat hout hakken. Waar is mijn axe? Heb ik geen axe? Wel hier. En dan ga en natuurlijk ook even een zwaard meenemen. Ja, die heb ik al meegenomen. En dan ga ik even kijken. Oh, wacht. Ik doe even dit chicken. De chicken. En wat heb ik nog meer voor eten? Niks meer, toch? Nee. Nee, meer heb ik niet. Dat ga ik in de oven zetten alvast, zodat dat even zijn ding kan doen. Zo. En dan ga ik ondertussen gewoon even wat hakken en een beetje naar eten zoeken eigenlijk. Want we hebben ook een villetje daar gevonden en we wachten op onze farm. Dus kunnen we dat in plaats doen. En kan ik mijn verhaaltje vertellen, toch jongens? Oké, verder is niet heel veel gebeurd vandaag. Ik ben even naar de sportschool geweest. Moet ook gewoon gebeuren. Voelt lekker. En ik ga zo ook even douchen. Want daar is ook visite daar. Ik heb ook de deur dicht gedaan, zodat je ze niet hoort. Dus dat doe ik echt heel vaak. Gewoon de deur dicht doen. Maar mijn zusje soms, zoals jullie in de video zagen, ze is apart. Voor de mensen die niet denken van, huh, ik heb geen video gezien met mijn zusje, dan moet je even een paar video's terug even bekijken. Dat, je ziet ook aan het titel met mijn zusje. Moet je even kijken, weet je. De video had ook echt 205 likes. Dus, oh ja, nu we toch over likes hebben, doe even een duimpje omhoog. En dan vraag je nu misschien af van, hey, ik doe even een duimpje omhoog, maar wat doe jij voor mij? Dus ik maak gewoon video's voor jullie. En ik heb dus een heel leuk idee voor de survival. En dat had ik in de eerste aflevering gedaan. Ik wou een soort van standbeeld maken. En dan vraag je af, waarom wil je standbeeld maken? En wil ik een standbeeld maken, en dan wil ik daarop met van die, hoe noemen we dat? Van die soort van bordjes. Met die bordjes. Wil ik dan jullie naam opschrijven. Dus het is gewoon heel simpel. Waar de fuck is mijn huis? Daar is mijn huis. Oké, prachtig. Het is zo simpel. Dus doe even een duimpje omhoog. Zet in de reacties dat je het hebt gedaan. En dan zet ik je in de volgende aflevering in zo'n standbeeld. Die we in deze aflevering gaan maken. Dus het wordt donker. Dus ik ga alvast slapen. Dan is het een nieuwe dag. Kunnen we weer beginnen. Waar de fuck is de ingang? Hier toch? Ja, oké, mooi. Ja, ik ben niet zo goed in survivor. Voor de mensen die nieuw komen of wat dan ook. Slapen. Dankjewel. Nou, dan gaan we eventjes lekker slapen, jongens. En dan gaan we beginnen met onze standbeeld. Maar wat hebben we nodig voor een standbeeld? Ik hoor zombies. Ja, zombies verbrand. Dankjewel. Wat hebben we nodig? We hebben natuurlijk heel veel hout nodig. Want ik wil denk ik toch van hout maken. We hebben al heel wat hout. Maar we hebben natuurlijk zoveel mogelijk nodig. Dat is natuurlijk wel best wel logisch. En ik ga weer terug, want ik word bang van het geluid. Ja, ik word bang van jou. Dankjewel voor het sterven. En dan ga ik even mijn chicken pakken, want ik heb ook heel veel honger zoals jullie zien. Die ga ik even eerst opeten en dan gaan we meteen verder naar onze avonturen. Avontuur is nat hoer. Hey, dat ruimt. Avontuur is nat hoer. Er moet een nummer gemaakt worden. Avontuur is nat hoer. Oké, genoeg geluld. Oké, nou eigenlijk zijn mijn video's 1,5 gelul, dus eigenlijk kan ik nooit zeggen genoeg geluld. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Hey, maakt niet uit. Ik heb trouwens echt een heel lange tijdje geen Minecraft gespeeld. Ik speel nooit zeg maar in mijn vrije tijd Minecraft eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn. Dat is echt ook gewoon eerlijk hoor. Wat ik dan in mijn vrije tijd doe is League of Legends. En laatst, en de C is Counter-Strike Go. Ik vind het gewoon eigenlijk een best wel chill spel. Ik heb er 1 video over gemaakt. Daar had ik gewoon in verteld, gewoon wat chill informatie had ik gewoon verteld. Maar ik vind die video zelf vind ik gewoon echt
Ja, de game bedoel ik zelf vind ik echt gewoon leuk. Ik weet niet wat het is, maar competitive is gewoon leuk, weet je. Dan zit je gewoon met je vriend of zo. Weet je, gewoon in een call op Skype. En dan is het zo van, ja, pak B, ha, hoe, hi, ha. Ja, ik heb hem, ik ben dood. Nee, waarom ben je dood? En dan race jullie op elkaar en gaan jullie uitschelden elkaar. En weet je, dat hoort er allemaal bij en dat maakt het gewoon leuk. Maar, en League of Legends, dat speel ik al een tijdje. Dat gaat ook wel gewoon leuk. Dat blijft gewoon leuk. Dat is gewoon zo'n spel. Dat is ook vast. Ja, dat is gewoon de grootste game van de hele wereld, volgens mij, als ik het goed heb. Of ik weet niet zeker, hè. Don't blame me. Want tenminste, een MMORPG. Grootste game. Rustig. Niet nu helemaal gek worden of zo, oké? Geen console game, gewoon een MMO op de computer. Misschien. Ik denk het wel de grootste van de hele wereld. Maar ik weet niet zeker. Vooral in Korea. Daar zijn ze echt gewoon heel goed mee bezig. In Korea natuurlijk. Maar dat weten we natuurlijk allemaal wel. En dat was er zo'n beetje. Ik denk dat ik in de volgende aflevering dan gewoon zeg maar die standbeeld af... Dat standbeeld, het standbeeld, dus de standbeeld denk ik. Ik weet het niet zeker, gewoon ga afmaken. Dus ik ga nog wat hout verzamelen ook in de volgende aflevering. Dan maken we het gewoon af. Dus ik wil gewoon even deze video maken, want ik had geen internet en zo. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. Abonneer voor mijn video's. Dan zie ik jullie weer ooit.